Het digitaal betaalplatform Uni5Pay heeft vanmorgen haar eerste fysieke shop geopend. Uni5Pay deed in 2019 zijn intrede in Suriname. Sinds de lancering hebben wij al rond de 300 bedrijven die gebruik maken van het platform, zegt directeur John Lichau. Het gebruik van het platform is sedert de komst van COVID-19 in Suriname enorm toegenomen. Lichau benadrukt dat Uni5Pay er vooral is voor mensen die geen bankrekening hebben. Een shop was de meest logische vervolgstap. De bedoeling van deze Uni5Pay shop is om mensen die geen bankrekening hebben, zowel particulieren als bedrijven, om hun te introduceren met het Uni5Pay betaalsysteem. Enerzijds, anderzijds, om ook top-up, zoals u op het bordje kunt zien, top-up te plaatsen, geld te plaatsen in je Uni5Pay wallet. Met je Uni5Pay wallet kan je namelijk heel veel digitale betalingen doen in Suriname. Meest populair op dit moment is het betalen van je stroomrekening, je telefoonrekening en heel binnenkort dadelijk ook de waterrekening. En daarnaast, wat ook heel populair is, is het kopen van beltegoed van zowel Digicel als Telesur. Dit met Uni5Pay en onze Uni5Pay shop en met de top-up is het mogelijk om dat ook mensen die geen bankrekening hebben, om de wallet te gebruiken. De wallet stond al open voor het gebruik van mensen met een bankrekening. Die kunnen dan gewoon via de bank geld overmaken naar de wallet. En met deze Uni5Pay shop is het ook mogelijk voor mensen zonder bankrekening. Directeur John Lichau van Uni5Pay Suriname. Het bedrijf heeft haar eerste Uni5Pay shop geopend voor het gemak naar de samenleving die gebruik maakt van het platform. De shop staat aan de Maagdenstraat.